Welkom, ik zit hier in de natuur met een dame die heel graag haar verhaal wil doen. Een heel schrijnend verhaal. Welkom, zou je jezelf even voor willen stellen? Jazeker. Ik heet Nathalie Augustina. Ik ben geboren in Nederland, in Venlo, 1962. Ik ben in Nederland verkracht vanaf mijn derde levensjaar. Ja, en betreft dat dan familie of... Ik ben geplaatst bij zorgouders die zich voordeden alsof ze mijn familie waren. Op latere leeftijd kwam ik erachter dat het niet mijn familie was. Deze zorgouders, beide waren pedofiel, zowel de moeder als de vader. Ze werkten voor jeugdzorg. Ze hadden een huis in verschillende locaties in Limburg. Daar werden kinderen geplaatst. Voorbeeldstelling. De ene dag waren er 2 kinderen. De andere dag hadden we 5, 6 kinderen. Dan was ik weer het enige kind. Dan kwam de moeder weer binnen. En had ik in 1 keer 2 zussen of een broer erbij. De vader traffickte de kinderen naar Den Haag, het Binnenhof toe. Waaronder het Binnenhof. Er zijn gangen. Die je kan betreden via de grote hal. Je gaat naar achter, waar dus de schoonmaakafdeling is. Daar zijn deuren die leiden naar, ze noemden het, hun sekskelder. De kinderen werden daar verkracht. Ik ben er ook naartoe gebracht geworden. Niet alleen daar, ik ben gebracht geworden naar verschillende kastelen. Ik ben gebracht geworden naar het huis Jeruzalem en het huis Bethlehem. Dat ligt op de grens, zover ik weet, Limburg-Duitsland. Ook daar ben ik verkracht geworden. Niet alleen ik, maar heel veel kinderen zijn daar naartoe gebracht. En naar aanleiding van al dit, want dit is natuurlijk nog maar een tipje van de sluier, hè? Heb je een boek geschreven in 2018? Ik ben eerst gevlucht naar het buitenland. Ja? Ja? Ik ben gevlucht naar het buitenland. Op het moment dat ik de kans kreeg dat ik als fotomodel ging werken. Ik wist, Nederland is niet veilig. Dus ik ben naar Wenen toegevlucht. Ik heb in Wenen gewoond. Vanaf begin jaren 80 tot 1995. Toen werd het tijd voor mij om terug te komen naar Nederland. Om uit te zoeken waarom, het wie, wat, waarom, achter al deze verkrachtingszaken, waarom ik naar specifieke afdelingen gebracht werd, waarom ik in Huizen Welkom, Almelo, gezet werd, waar ik vanuit Huizen Welkom, Almelo, naar de Nederlands-Amerikaanse militaire kamp gebracht werd, samen met andere kinderen, waar wij specifieke behandelingen hebben gekregen. Dat noemt men tegenwoordig mind programming. Dat heet monarch programmering. Waar kinderen op verschillende gradaties geprogrammeerd worden. Dus je hebt 5 gradaties, waarvan 1 een bekende. Dat noemen ze de sex kitten. Dat zijn meisjes en jongens die alleen maar voor verkrachting geprogrammeerd worden. En dan heb je de kinderen zoals mij, die voor verkrachting, maar tevens ook geprogrammeerd werden om de modewereld in te gaan, of de filmwereld in te gaan, of de muziekwereld. Ik ben de modewereld ingegaan als fotomodel, wat een tegenstrijdige iets was van mijn gedrag. Want als klein kind liep ik namelijk altijd weg van de camera. Ik wou niks van de camera weten. Dus men heeft mij dusdanig bewerkt, dat toen ik gevraagd werd om als fotomodel te werken, ik ja zei. In die periode als fotomodel ben ik net zoals honderden duizenden andere meisjes en jongens verkracht geworden. Niet omdat wij drugs deden, maar omdat wij onder een bepaalde programma gezet werden, waar wij dus oud gingen. We werden gebracht of opgehaald om naar bepaalde feesten gebracht te worden. We werden op podiums gezet. Daar werden we verkracht. In Oostenrijk, waar ik woonde,
ben ik dus als het ware losgekomen van die programmering. En ben ik daar al gaan, ben ik onderzoek gaan plegen. En hoe kwam jij los van die programmering? Ik kreeg hulp. Ik kreeg hulp van Duitsland. Ik ga nu die naam niet noemen, maar goed, meneer Kool is dood. Kan ik zijn naam wel noemen? Ik kreeg hulp van Helmut Kool, de CDU Duitsland. Ze kwamen erachter, samen met de Vaticaan, de katholieke kerk, die bij veel mensen bekend staat als negatief. Ik wil hiermee één ding rechtzetten. Het Vaticaan is niet alleen katholiek. Het Vaticaan is een overkoepelende orgaan voor alle religies wereldwijd die daar een kantoor hebben. De priesters en één paus hebben geprobeerd mij te redden. Zo kwam ik in Wenen terecht, viel onder hun bescherming en samen met Helmut Kohl hebben ze een tegenprogrammering gedaan, waardoor ik loskwam van de programmering voor seks en verkrachting die ik in Nederland gehad heb. Toen heb je gedacht van nou, ik ga dat allemaal opschrijven in een boek. Ja, toen kwam ik eerst terug naar Nederland toe. Dat was in 1995. Dus eind 1995 kom ik Nederland binnen. 1996 januari ga ik wonen in Amsterdam. Reden, ik wou de waarheid weten. Ik wou weten de wie, de wat, waarom. Omdat bij mij de programmering en de verkrachtingen heel specifiek waren. Dus niet zoals heel veel kinderen geprogrammeerd werden voor verkrachting. Eenmalige verkrachting, verkrachting tot de dood. Het martelen en dan verkracht worden. De filmopnames die ze deden. De foto's die ze namen van de kinderen. Dat werd bij mij dus niet gedaan. Ik werd gebracht naar alles wat je maar koninklijk, adellijk, elite, hoofden militair en hoofden van de politiek. Een voorbeeld. Toen ik in Almelo zat, dus in Huizen Welkom, werd ik gebracht naar die militaire kamp, waar de kinderen in aula's neergezet werden en Joris Demmink met zijn vrienden binnenkwamen. De mannen die alleen maar jongetjes deden, zoals Joris Demmink, die kozen de jongetjes uit. En de mannen die alleen maar meisjes deden, die kozen de meisjes uit, waaronder ook ik. En dit zijn allemaal hele gruwelijke dingen en de waarheid is nog erger dan dat men überhaupt wil weten. Als men mij gaat vragen, waarom doe ik dit? Het wordt tijd. Het wordt tijd nu dat de Nederlandse regering de pedofiele partijen gelegaliseerd heeft, waar nu in Nederland van nul tot men dus legaal kinderen mag verkrachten, waar wij een Grapperhausen hebben, die zei over de handboek voor pedofielen, dat zijn mensen ernaar gekeken hadden, er niks strafbaars in zat, terwijl de waarheid over deze boek is, hoe verkracht je kinderen tot specifiek kleine baby's toe? Hoe pas je pedagogie en psychologie toe om te zorgen dat deze kinderen niet gaan praten? Het handboek die uitlegt, kinderen 4 en 5 jaar zijn gevaarlijk, want die kunnen geen geheimen houden. Die moet je eerst gaan bewerken voor geheimen. Dus daarom veiliger kinderen van 0 tot 3 jaar. En ik herhaal iedereen die kijkt. Baby's, 0 jaar. Gebruik je verstand en ga je eens voorstellen wat dat betekent. Iedereen moet begrijpen dat een baby die verkracht wordt, alleen maar eindigt dood. In hetzelfde handboek wordt de pedofielen aangeraden om een studie pedagogie te gaan nemen. Dames en heren, dat kunt u nemen. Binnen 6 maanden heb je de papieren. En een studie forensisch onderzoek om te zorgen dat je geen DNA-sporen achterlaat. Voor al deze dingen ben ik teruggekomen naar Nederland, want ik wist dat Nederland pedofilie wou gaan legaliseren. Met alle risico's van dien ben ik een boek gaan schrijven. Dit boek heeft 4 rechtszittingen gehad in Amsterdam, waar de pedofiele organisaties onder de paraplu van de PAIDICA. De PAIDICA is de wetenschappelijke journalistiek voor pedofilia, die claimt dat seksuele relatie tussen een volwassene en een kleinkind vanaf babystaat bijdraagt tot de opvoeding van de kinderen
zoals die gewend zijn door de Nederlandse pedofiele staat. Deze paedica wordt gesubsidieerd door de Nederlandse regering, het OM en de VVD. Even een stop.